Boyscast. Stijn Koppejans van Koppejans Gallery voert een gesprekkenreeks over 100 jaar Jozef Beuys. In deze speciale Boyscast praten Stijn Koppejans en Antoon Melissen over de fotograaf Lothar Bollin. Ze hebben het over zijn vele samenwerkingen met de meest toonaangevende kunstenaars uit de jaren 60 en 70 en in het bijzonder die met Jozef Beuys. Antoon presenteert als auteur van het Unterwasserbuchproject ook de nieuwe dubbelpublicatie over Beuys en Bollin die bij Kerber Verlaag wordt uitgegeven. Vandaag opent de tentoonstelling Lothar Bollin Intuition Interaction in het MUCA. En die tentoonstelling is het resultaat van eigenlijk al een jaar lange samenwerking met Antoon Melissen, die betrokken is bij de Lothar Bollin Estate, maar die ik natuurlijk al veel langer ken. Dag Antoon, jij zit op een 750 kilometer van mijn galerie in Berlijn, want daar is de Lothar Bollin Foundation. En naar aanleiding van 100 jaar Beuys kwam Lothar Bollin ook in beeld. En zo hebben wij onze samenwerking, die eigenlijk al heel goed was, nog kunnen intensiveren. Antoon, in Duitsland, kan je momenteel ontsnappen aan de ganse Beuys-gekte rond 100 jaar Beuys? Goeie vraag, Stijn. Ja, dankjewel. Erg fijn hier te zijn. En ook fijn wat meer aandacht te mogen besteden aan waar we zo aan hebben gewerkt, hè, de laatste jaren. Beuys en Duitsland, dat is een gouden combinatie. En het is inderdaad de laatste weken, maanden eigenlijk al, is het amper mogelijk om daar aan voorbij te komen. In de dagbladpers, in de kunstpers, maar bijvoorbeeld ook brievenrubrieken. Dat viel mij afgelopen maand op, dat zelfs in de rubrieken van reguliere kranten, dat er onder de lezers heel fanatiek en driftig wordt gediscussieerd over de betekenis van Beuys. Beuys polariseert tot vandaag, heeft evenveel bewonderaars als mensen die er weinig mee kunnen. En ook vanuit dat punt alleen al, 100 jaar Beuys is in Duitsland, maar ik denk in heel Europa, is echt een moment. Ja, ik denk het ook. En ik had het met Johan Pas er ook al over. Hij noemt het een herdenking, geen viering. Omwille van het feit dat Beuys juist zo'n polariserend figuur is. Maar hij was ook een verbindend figuur. En dat is soms een tegenstelling, een soort paradox in het bestaan van Beuys. Hij bracht mensen samen, maar hij verdeelde eigenlijk ook wel een stuk. Natuurlijk ook omdat hij de controverse niet schuwde en omdat wat hij bracht heel vernieuwend en ook heel actueel was en eigenlijk vandaag voor een groot stuk nog altijd is. Maar een figuur die volgens mij alleen maar verbindend was, dat moet Lothar Bollin geweest zijn. Want als ik zie hoeveel kunstenaars hij voor zijn lens gekregen heeft, dat is enorm geweest. Kan je eventjes schetsen, enerzijds, wie is Lothar Bollin en hoe is hij in beeld gekomen van ons project 100 jaar Beuys? Laat ik beginnen met heel kort. Er is een generatieverschil. Beuys is geboren in 1921, Lothar Bollin 1930. Maar je ziet dus wel dat ze een gemeenschappelijk voorland hebben. Ze komen gezamenlijk uit de oorlog. Als jonge kinderen de oorlog doorstaan, jonge volwassenen. Dat heeft hun gevormd, maar dat verklaart ook hoe ze elkaar hebben leren kennen. Bollin en Beuys hebben elkaar voor het eerst ontmoet in Düsseldorf in 1963. Het groeide uit tot een hecht contact. Bollin was een beginnend fotograaf in die jaren, met een grote belangstelling voor het kunstenaarsportret. En dat heeft hij toch echt als zijn, je zou kunnen zeggen, tot zijn handelsmerk gemaakt. Er waren meer kunstenaars en fotografen die kunstenaars portretteren. Maar eigenlijk niemand die zo verbindend was. En dat is een heel mooi woord als je hebt gebruikt. Bollin zocht heel erg naar de connectie die hij had met kunstenaars, maar ook die kunstenaars tussen elkaar hadden. Moet ik ook even kort bij zeggen, jaren 60 is natuurlijk ook een decennia van de kunstenaarsnetwerken, van de jonge generatie kunstenaars die los van bestaande structuren, van musea, van academies, zelf op pad gaan en zelf dingen willen ondernemen.
En daar was Wolle aanwezig als fotograaf, als fly on the wall, zou je aan de ene kant kunnen zeggen. Hij was degene die het observeerde en het registreerde, maar hij nam ook al heel snel het voortouw door ook heel actief kunstenaars geanceneerd te portretteren. En dat is zijn meerwaarde geweest. Ja, dat merk je heel goed. Onder andere in de sequentie van beelden die genomen zijn tijdens de opbouw van de Stockholm tentoonstelling van Boys, waar Lothar Wolle duidelijk enerzijds registreert, maar anderzijds zie je op verschillende momenten Boys ook communiceren met Wolle. En ik denk dat het debat is klassiek natuurlijk, moet een fotograaf ingrijpen of niet. Maar bij Wolle is het heel duidelijk, zowel de intuïtie, maar ook de interactie speelt een heel grote rol. Ja, het is inderdaad, dat is inderdaad hoe je het zegt. Het speelt echt op het kruispunt van interactie en intuïtie. En het is zelfs het woord intuïtie. Het werd zelfs door Boys gebruikt, letterlijk, wanneer hij Wolle typeert. Hij zegt ook, het was een buitengewoon intuïtief mens die dingen samenhangen waar kon nemen. Dus kruisverbanden. Die een soort vingerspitsengevoel had voor wat verbindt kunstenaars met elkaar? Hoe zijn de links tussen kunstenaars in een netwerk? Maar wat heb ik als fotograaf met kunst? Hoe uitzicht dat? En hoe weet ik dat vorm te geven in één fotografisch beeld? En ten dele was dat intuïtie. Je stuurt op intuïtie. Maar het werd uiteindelijk in vorm geanceneerd. En dat is inderdaad een hele bijzondere samengaan van twee componenten. Ogenschijnlijk tegenstrijdig. Die juist zien samenkomen in deze foto's die zijn gemaakt in 1971 in Stockholm. In het MUCA tonen we eigenlijk geen enkele boysprint, maar tonen we de interactie en intuïtie foto's die ontstaan zijn in samenwerking met kunstenaars die ooit in het Antwerpse Hessenhuis getoond zijn, die daar hebben meegedraaid in de ganse avant-garde-beweging. En ik zag, er was een eerste bezoeker die was door het rode lintje heen gegaan, want het rode lintje is pas vanaf vandaag doorgeknipt. Maar die was er toch doorheen gegaan. Dat vond ik heel leuk om de allereerste bezoeker persoonlijk te kunnen spreken. Ik denk dat we een half uur gepraat hebben. Mm. En bij bijna elke foto zei hij hetzelfde van, ja, dit is niet louter een beeld dat ontstaan is door een beroepsfotograaf die iemand op een kunstige manier wil portretteren. Nee, er zit een bijna, je kan er je vinger niet op leggen, er zit een element in die Lothar Wolle tot kunstenaar verheft. Jij werkt heel intens met de uitgebreide collectie aan negatieven en foto's die in de Lothar Wolle Estate zitten. Heb jij ondertussen je vinger daar kunnen opleggen? Wat is het nu wat een foto, een Lothar Wolle foto maakt? Ja, ik zou nu iets kunnen zeggen over compositie, hè, over contrastwerking, over hoe je je onderwerp benadert. Maar ik denk dat het belangrijk is nog een stap terug te gaan. Kunstenaars die ik spreek over Lothar Wolle, recent nog Heinz Mack, uit zo'n gesprek wordt vooral eerst duidelijk dat het contact heel intiem was. Dat hele hechte vriendschappen. Een foto werd ook nooit gemaakt of zelden gemaakt na één of twee kennismakingsgesprekken. Daar ging een lang traject aan vooraf. Er werd heel intensief met elkaar gecommuniceerd. Wolle was een bezoeker van de familie, kwam in familiaire kring, bezocht het atelier. Sommige ateliers van kunstenaars zoals van Ucker en van Mack vrijwel dagelijks, ook van Gerhard Richter, jarenlang dagelijks bezocht. Dus het contact dat er was, ging veel dieper dan dat van een fotograaf en zijn onderwerp. De kunstenaars waren geen onderwerp. Ze stonden heel duidelijk op gelijke voet. Er werd heel intensief ook gesproken over kunst, gecommuniceerd. Mack heeft daar ook hele warme herinneringen aan. Mack is sowieso een heel fijn verteller. Hij weet heel kleurrijk over de jaren te praten, te vertellen.
Maar wanneer hij over Lothar Wollet spreekt, en dat heb ik bij meer kunstenaars gezien, dan verschijnt er een glans in de ogen. En hoe Mak het formuleerde, hij begreep ons. Hij liet ons geen gekke dingen doen als fotograaf. Hè. Ga je zo staan, ga eens zo staan. Hij begreep ons. Intuïtief voelde hij aan wat voor ons kunstenaars belangrijk was. En dat wist hij te vertalen in een portretfoto. Dus het is een hele intieme wijze van fotografie, waarbij er een verbinding wordt gelegd tussen wat je ziet, de kunstenaar in zijn uiterlijke verschijningsvorm, maar waar dus ook de lading van diens werk in zit, in deze foto. En dat is een hele bijzondere combinatie. Ja. Dus nog afgezien van wat ik de Wollet-esque composities noem, hè, een hele bijzondere horizon zit er vaak in, een hoge horizon, hele sterke zwart-wit contrasten, maar afgezien daarvan is het vooral deze spirituele lading is toch heel erg bepalend geweest voor de fotografie van Wollet. Ja. We zien die samenwerking eigenlijk nog een stap verder in de vele bewerkingen die gemaakt zijn door de kunstenaars die geportretteerd werden op de foto's van Wollet. In het MUCA tonen we 11 werken die met de hand zijn bijgewerkt door onder andere Jeff Verheyen, door Gunter Ukker en dergelijke meer. Die werken, die krijgen natuurlijk een toevoeging door de kunstenaar. En dan stelt zich de vraag, is het een werk van de kunstenaar? Of is het een werk van Lothar Wollet? Of is het een werk van de beiden? En wat jij zegt, suggereert al een beetje dat het wellicht mag gezien worden als een echt coöperatief werk, als een 50-50 werk. Hoe moeten we die bewerkingen bekijken en ook hoe zijn die ontstaan? Ja, ik denk om iets meer te kunnen zeggen over de waarde, over de betekenis, moeten we inderdaad teruggaan naar hoe ze zijn ontstaan. En dat is ook een hele mooie anekdote. Wollet deelde graag zijn werk met de kunstenaars die werden geportretteerd. En hij verzon al vrij vroeg, in 1964... het concept, ik druk foto's af op papier, maar Wollet kwam uit de reclamewereld. Hij was aanvankelijk reclamefotograaf, dus was ook gewend om te denken aan, nou laten we zeggen, het formaat van gevels en grote plakaten. En kwam al vrij snel met de wens, ik zou graag op grote formaten willen afdrukken. Dat was destijds amper mogelijk, de zilver gelatine drukken, altijd begrensd formaat vanwege de papierrollen. Mm-hmm. En Wollet kwam op het idee, ik kan het op schilderslinnen afdrukken. Zodat hij gigantische formaten kon bereiken. En een van zijn portretten in de grootste mate is een werk dat in de Tate Gallery hangt. Van Boys, een portret in Stockholm in de tentoonstelling gefotografeerd op linnen. In, ik meen uit mijn hoofd, 3,37 meter bij 3,37. Het idee van Wollet was, ik deel mijn foto's met de kunstenaars. Elke kunstenaar krijgt 2 exemplaren op linnen cadeau. Verschillende maten, soms was het 60-60, soms meter bij een meter. En soms inderdaad megalomane afmetingen. En de kunstenaar werd dan verzocht, als je er wat voor voelt, hè, als je er zin in hebt, geen dwang, kijk eens naar dit werk, zou het iets coöperatiefs kunnen zijn? Zou je iets met deze foto kunnen doen? Nikki de Saint-Val bijvoorbeeld, ze heeft een van haar portretten van Wollet geassembleerd met haar bekende zakjes verf en daar vervolgens op geschoten, zodat die prachtige drippings ontstaan. En Christian Megert, een voorbeeld wat ook te zien is in Antwerpen, heeft met spiegels gewerkt op een foto van Wollet. Nou, Ukker, het zal niet verbazen, heeft zijn portret benageld, bespijkerd met lange spijkers in de collectie van het Staatslichtjesmuseum Schwerin. Dus we zien dat elke kunstenaar een manier vond om zich te verhouden tot de fotografie van Wollet. En ja, inderdaad, dan dient zich de vraag aan. Een vraag die ook vaak wordt gesteld. En ook in belangrijke collecties. Hè. In de Tate is het ook lange tijd een issue geweest. Waar kijken we naar? Is dit nu een werk van de geportretteerde kunstenaar? Of is het ook nog een werk van de fotograaf? Veel kunstenaars waren daar heel duidelijk in. Lucio Fontana ook, heeft ook samengewerkt met Wollet. Veel kunstenaars waren daar heel duidelijk in. Dit is een gezamenlijk project. Het is een hybride werk. De foto is van Wollet, de afdruk is van Wollet, ook op het bijzondere materiaal. En de ingreep is van de kunstenaar die geportretteerd werd. Dus het is eigenlijk, het is een unisono. Hè? Het is een tweestemmig iets dat neerslag heeft gevonden in één werk.
En dat is heel bijzonder, vooral ook als je naar de tijd kijkt waarin ze zijn gemaakt. Het was, zoals Mak ook zei in het interview, hier was Wolle uitermate vroeg in. Dit bestond nog niet. Ja, ja. En wat wellicht ook nog niet gebeurd was, dat was een boek uitgeven op PVC-vellen. Een van de belangrijkste samenwerkingen met Boyce moet toch dat onderwasserboeg geweest zijn. En daar moeten we vandaag toch een beetje bij stilstaan, want jij bent medeverantwoordelijk voor de heruitgave van dat onderwasserboeg. Samen nog met een ander boek dat bij Kerber wordt uitgegeven en zeer binnenkort beschikbaar zal zijn. Vooraleer we over jouw boek beginnen, moeten we toch dat onderwasserboeg eventjes duiden en er eigenlijk nog meer over zeggen. Twee van de pagina's hangen hier achter mij, gesigneerd door Boyce, en hebben ondertussen de naam Drijtonnen Editionen gekregen. Vertel Anton, want het is een heel verhaal, denk ik. Het is een heel verhaal en dat is ook de reden waarom de wens al langer bestond om hier iets mee te doen. Het is een project van een gezamenlijk project van Boyce en Wolle dat zoveelzijdig is, dat zoveel dimensies heeft. Toen ik de inleiding deze nieuwe publicatie schreef, heb ik ook het woord jongensboek gebruikt. Want deze geschiedenis leest echt als een jongensboek. Het is een avontuur dat ze gezamenlijk zijn aangegaan. Een avontuur dat begon in 1971. Boyce had zijn eerste tentoonstelling buiten Duitsland, in Stockholm, in het Moderna Museet. Boyce en Wolle kenden elkaar al vrij goed, hadden intensief contact. En Wolle stelde voor, laat ik je begeleiden op deze reis naar het museum in Stockholm. En ik zou je graag willen portretteren bij de opbouw van deze tentoonstelling. Een tentoonstelling in Richtland was voor Boyce, dat is bekend, meer dan een spijker in de muur slaan en het werk installeren. Boyce opereerde echt als een raumcurator. En dat is niet voor niks ook de titel van een grote tentoonstelling die nu in Stuttgart net is geopend. Joseph Boyce, raumcurator. Hij cureerde elke ruimte die hij inrichtte. En elke keer zocht hij naar nieuwe combinaties van werken. Want hij wist dat combinaties in een andere fysieke ruimte ook anders werken en andere relaties met elkaar aangaan. Wolle begreep dat ook en zag daarin ook de attractie van Boyce volgen tijdens het inrichten van deze tentoonstelling. En, het is een ongelooflijk aantal foto's is ontstaan in amper een week tijd, in januari 1971. Iets meer dan 850 foto's heeft Wolle daar gemaakt. En ik zei, ze zijn samen daar naartoe gereisd en gezamenlijk ontstond ook het idee, toen de foto's ontwikkeld en afgedrukt waren, hier moeten we iets mee doen. Wolle was niet nieuw in de wereld van de kunstenaarsboeken. Hij had in 1970 al een kunstenaarsboek gemaakt over Günter Uecker. In 1972 over kunstenaars uit de regio Düsseldorf, Art Scene Düsseldorf. En het trademark, de eigenschap, het typische Wolle-eske karakter van deze publicaties is eigenlijk dat ze drietrapsraketten zijn. Je ziet dat de kunstwerken in de vorm van een editie, een multiple, samengaan met een boek waarin teksten staan en waar de foto's staan van de kunstenaar, van de fotograaf, van Wolle. Dus je ziet echt die drietrapsraket van beeldende kunst, fotografie en tekst. En dat hadden Boyce en Wolle ook voor met dit Stockholm-project. Dus er werden 51 foto's uitgekozen door beide kunstenaars. En het idee ontstond, we gaan daar een klassiek Wolle-boek van maken, dat weliswaar onder beide namen zal verschijnen als een kunstenaarsboek. Nee. Al vrij snel ontstond het idee om toch een stapje verder te gaan. Dat idee kwam van Boyce. Boyce zei, waarom doen we niet iets anders? Laten we het boek op PVC drukken. Je weet, vandaag kun je werkelijk alles op alles drukken, maar in 1971 was dat een groot avontuur. Maar zo geschiedde, grote oplagen, 51 vellen in een oplage van 200 werden gedrukt op PVC. Bij de binding bleek al vrij snel dat allerlei problemen veroorzaakte. Dus de foto's van Wolle waren op individuele vellen gedrukt, PVC-vellen, maar die bleken maar heel erg moeilijk te binden.
En de vellen die achter je hangen, Stijn, die we nu ook zien in de galerie, zijn dus ook dubbelzijdig bedrukt, want het zijn boekpagina's. Dus er staan foto's van Wolle aan beide zijden van een stuk PVC. Dit probleem bleek onoverkoopbaar. Er zijn 3 proefbindingen gemaakt van dit boek. Misschien mag je niet eens proefbindingen zeggen, want er waren geen proeven. Ze hebben 3 bindingen gemaakt, toen zijn ze gestopt, want het was te moeilijk. Het boek klapte toch niet helemaal goed open, waardoor de foto's niet in het geheel te zien waren. Het was wat te stug. En het woog natuurlijk ontzettend veel. Het was een heel zwaar boek, dus ook in transport. Er kwamen allerlei problemen bij die voorheen eigenlijk niet voorzien waren. Nu was Boyce zelf al een grootmeester in, laten we zeggen, het hergebruik van zijn eigen producten. Zoals heel veel performances van Boyce, objecten die tijdens die performances gebruikt werden, relieken zou je kunnen zeggen, opnieuw werden toegepast in installaties, in gecomponeerde kunstwerken of als multiple een nieuw leven kregen. Zo zag hij Boyce dus ook een toekomst in deze PVC-vellen. En hij besloot in 1972 al, die stapels, garage vol was het letterlijk, PVC-vellen, die niet te binden zijn, wil ik iets mee doen. En hij heeft ze toen van Wolle overgenomen, in die zin ook afstand van de rechten gedaan. En hij heeft die foto's bewerkt met zijn typische bruine verf. Hij heeft foto's geperforeerd, heel fraai gesigneerd, hè, in zijn signature style van die jaren. Wat bij jou in de galerie te zien is, met zijn signatuur, zijn handtekening, zijn naam met de mooie hoed, de iconische hoed erbij getekend. En deze vellen werden dus als editie, als losbladige kunstwerken op de markt gebracht, onder de fantastische naam Draaitonnen Edition, wat verwijst naar het totale gewicht van al die PVC-vellen die niet te gebruiken waren. 3 tonnen aan PVC. Die vellen zijn heel bekend geworden. En dat was ook de reden om dit project toch extra aandacht te geven. Hè? Dit Unterwasserbuch-project. Wat nu bekend is, zijn toch vooral deze Draaitonnen-Edition-vellen. Maar daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Aan hè, 2 kunstenaars die een boek op papier willen maken. Dan op PVC willen proberen. En dan vervolgens zien we ook nog eens dat er deze editie uitkomt. De naam Unterwasserbuch is eigenlijk een soort pars pro toto voor het hele project geworden. We hebben het nu steeds over het Unterwasserbuch, maar deze term ontstond eigenlijk pas aan het eind van het traject, toen Boyce besloot om een van de boeken die wel gebonden was in de PVC, hè, dus met de rugbinding en die te gebruiken was, om een van deze boeken in een bazin met water te leggen, samen met een zaklamp die ook onder water functioneerde. Een van de typische, ja, je zou zeggen iconische Boyce zaklampen die ook in zoveel installaties werd gebruikt. Onder andere in The Pack. Dat is een installatie die Boyce ook in Stockholm liet zien. Wolle heeft hem ook heel intensief gefotografeerd. De installatie van de sledes achter een VW Volkswagenbus. En op elke slede is een opgerolde deken van vilt, een klomp vet en een zaklamp daar. Ja, daar heb ik zelfs 3 exemplaren van in de galerie hangen momenteel. Precies, ja. Precies. En dus het woord Unterwasserbuch ontstond eigenlijk pas bij Boyce. Die besloot, dat boek leg ik in een bazin met water, met een zaklamp erbij. En dat wordt uitgevoerd in een editie van 3. Dus we zien eigenlijk dat dit een traject is met heel veel staties, met heel veel stations onderweg. En dat maakt het heel interessant, omdat je de kunstenaars ook volgt in het groeien van hun conceptie. Ze beginnen met een idee van een papieren boek. Het wordt een kunstenaarsboek op papier, het wordt een kunstenaarsboek op PVC, het wordt een editie van losbladige vellen. Nee, het wordt een kunstwerk in een oplage van 3, een ruimtelijke installatie met een waterbazin. Dat is een enorm spannend aspect, nog los van het feit waar ik het verhaal mee begon, is dat je als kijker, als beschouwer van deze foto's, Boyce volgt bij de opbouw van de tentoonstelling. En ik heb me afgevraagd, toen ik al die 850 foto's doorbladerde in het archief van Lothar Wolle in Berlijn, of het mogelijk is om een kunstenaar dichter op de huid te komen. Hè, wanneer je over zijn schouder meekijkt bij het maken van hele belangrijke beslissingen, bij het inrichten van een tentoonstelling. Je ziet ook dat Boyce wikt en weegt.
En dat is een heel spannend en heel inzichtelijk project, traject. Ja, het is inderdaad prachtig om te zien. Je noemt het een jongensproject. Het is onbezonnen aan begonnen. En dan uitgebond iets dat totaal anders is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar toch tot grote voldoening. Boys will be boys, kunnen we zeggen. maar jij hebt ook een publicatie, hè? Een publicatie gemaakt naar aanleiding van Hans dat onderwassenboegproject. Hoe ziet die eruit? Ja, ik heb, zou je kunnen zeggen, mijn eigen jongensboek mogen schrijven. Toen ik begon aan dit project, aan de heruitgave van dit kunstenaarsboek. Want daar spreken we dus over. Het is een cassette die is verschenen bij Kerber Verlag, een Duitse uitgever. In samenwerking met de Lothar Wolle Estate. Het is de heruitgave van dit kunstenaarsboek. Opnieuw niet op PVC, want het bleek toch nog steeds heel kostbaar en lastig. Maar weliswaar heel nauwgezet het concept van de kunstenaar volgend op papier. Het is een tweedelige cassette. Het eerste deel is dus de heruitgave van het kunstenaarsboek. En het tweede deel van de cassette is de reconstructie, ja, van deze rijke geschiedenis. Van dit facettenrijke verhaal. En vooral ook van de wat bredere context. Want het is veel meer dan de geschiedenis van een kunstenaarsboek. De geschiedenis van twee kunstenaars die elkaar vinden en gezamenlijk een conceptie ontwikkelen. Het is ook heel erg een imprint van de jaren 70. Hè? Hoe kunstenaars zich manifesteerden, hoe ze naar nieuwe wegen zochten om hun publiek te bereiken. Dus in die zin was het ook een heel groot plezier om aan dit project te werken, omdat het zo veelzijdig is. Ja. Dus een uitgave die een heel specifiek aspect in Wolle zijn oeuvre of zijn leven beschrijft. Ja. Maar als ik het zo hoor, Richter, al de zero-kunstenaars, al die Belgische kunstenaars, internationaal, enorm, Niki de Saint-Phal. Dit kan niet het laatste boek zijn dat over Lothar Wolle zal verschijnen. Nee, dat is ook. Dit is een project dat is vanzelfsprekend ook werd angefeuerd, hè, zoals ze zo mooi zeggen in het Duits, door het boysjaar. Dit was het moment om dit boek uit te brengen. En ik moet daar ook mevrouw Eva Boys credit geven. Zij was een gesprekspartner van Oliver Wolle, de zoon van de fotograaf Lothar Wolle. En mevrouw Boys heeft ook tegen Oliver Wolle gezegd: als er een moment is om dit project nieuw leven in te blazen, is het nu. Doe het. Dus dat was voor ons ook een hele belangrijke steun en motivatie. Daar kunnen we niet zonder. Maar het is inderdaad, er waren al plannen om een monografie over Lothar Wolle uit te brengen. Die is ook in voorbereiding en die zal volgend jaar verschijnen. Ook bij Kerber Verlag. En dan hebben we het over een uitgave van iets boven de 300 pagina's, die al die facetten van zijn kunstenaarschap aan bod laat komen. En net wat je zegt, ook de enorme schaar van kunstenaars die zijn pad hebben gekruist. Het begon met de allereerste kunstenaars, vooral in de omgeving van Düsseldorf. Zijn laatste foto was in Londen, Henry Moore. Dus dat zegt ook, dat vertelt ook iets over hoe ver hij zijn netten wist uit te werpen. En hoe groot zijn netwerk ook was, hoe groot hij zijn netwerk kon krijgen. Want het was toch echt zijn eigen initiatief. Het was zijn eigen werk. Goed. Anton, ik dank u voor de uitleg. Das Onderwasserboegproject, dubbel uitgave bij Kerber Verlag, is zeer binnenkort beschikbaar. U kan het verkrijgen via het MUCA of via Kopians Gallery of uiteraard in de Betere Boekhandel. Anton, ik dank u voor dit gesprek. Ik kijk erg uit naar onze ontmoeting binnenkort. Dan kan ik u ook de twee tentoonstellingen tonen waar Lothar Wolle in gepresenteerd wordt. Dat is uiteraard de Inbox tentoonstelling in het MUCA, Intuition Interaction. En hier bij mij in de galerie de combinatie met Boys, onder de titel Weer niet denken wil, vliegt raus. Ik heb nog één laatste vraag, Anton. Eén vraag die ik aan iedereen stel met wie ik een interview doe deze dagen. De zin Weer niet denken wil, vliegt raus. Een uitspraak van Boys.
Ik heb al aan alle gesprekspartners gevraagd wat dat voor hen betekent. En ik kreeg telkens een ander antwoord. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor jou betekent. Ja, die denkende Wilfried trouwens. Ja, zonder onze hersenen zijn we aan de goden overgeleverd. Als we niet nadenken over wat we doen, over wat we willen, welke kant we op willen, blijft het alles onstuurloos geheel. En als ik denk aan het afgelopen jaar, en ik ben niet uniek daarin, iedereen begint over het afgelopen jaar, maar als ik ooit profijt heb gehad van nadenken over hoe komen we hieruit, hoe moet je verder, wat is zinvol in je leven, wat heeft waarde, dan is het wel dit jaar geweest. Dus ik zou inderdaad willen zeggen, als je niet nadenkt, wegwezen. Wilfried Trauss. Dank u wel, Anton. En tot zeer binnenkort. Graag gedaan. En dank je wel. Dag. Voicecast.